Hoi allemaal, ik ga vandaag u laten zien hoe je met behulp van een strijkijzer warmtetherapie toepast. We hebben als mens allemaal warmte nodig. Warmte is een synoniem voor energie. En om warmte binnen te krijgen, om meer voor een betere warmteregulatie, dan moet je dus eigenlijk het lichaam warmte geven. Je kan naar de sauna gaan, maar deze warmte verlies je weer als je het niet op de juiste manier doet. En de strijkijzertherapie is een hele makkelijke therapie eigenlijk, om jezelf snel dagelijks die portie warmte in het lichaam te schenken. En ik heb zelf een kleine rijstrijkijzer aangeschaft van bol.com. En ik vind het een hele handige strijkijzer, omdat het op droogstand kan. Je mag sowieso niet op de stoomstand zetten. Ik heb er dus geen water in gedaan. Ik gebruik alleen de droogstand. En wat je dan doet is, je neemt een oude handdoek. Zoals je ziet is de mijne al helemaal verbrand van een paar langdurige sessies. Maakt op zich niet uit. Je kan het nog steeds gebruiken. Beide kanten zelfs trouwens zo. En wat je doet is, je zet de strijkijzer op de handdoek. Je zet hem natuurlijk aan. Ik heb dat nu even niet gedaan, omdat ik het als demonstratie wil laten zien. Wat je dan doet bij volwassenen is één laag handdoek eroverheen. Zodat het niet rechtstreeks op het lichaam komt. Dus één laag. Maar bij volwassenen kan je gewoon gerust elke dag zelf doen. En dus deze zet je aan. Heb ik nu niet gedaan. Even de otter weer. Gaan we zitten? Ja. Of het liggen kan ook, ja. Ik neem haar even als voorbeeld. Omdat ik bij mezelf niet goed kan filmen. Wat je dan doet is, als je het strijkijzer aan hebt gezet, kijk waar het ruggengraat is. Hier is het ruggengraat. We moeten het ruggengraat en stuitje verwarmen. En dit doe je door middel van, liefst bij een volwassen persoon dus, even dat liggen. Gewoon echt op de rug plaatsen. En wanneer de patiënt zegt, net voelt dat het te warm wordt, dan moet zij ja zeggen. En dan neem je het weg en verplaats je de strijkijzer ergens anders. Ga maar liggen. Dus dan zet je hem op één plek en wanneer de patiënt het net te warm vindt, op een andere plek. En dan weer op een andere plek. En continu, wanneer je denkt na 5 à 8 minuten van oké, ik heb overal wel verwarmd, dan neem je ook het stuitje mee. Dat is hier, dit stukje. En dat kan je doen door middel van het puntje van de strijkijzer net op het stuitje te plaatsen. Dit is een heel belangrijk proces. Vooral bij zenuwproblemen. Bij mensen met MS bijvoorbeeld. Dan moet je altijd het stuitje verwarmen. Dat is heel belangrijk. En hierdoor gaat het zenuwstelsel weer functioneren. En bij gewoon algemene warmte geven, kan je het overal doen. Let op bij mensen met hoge pijngrens. Wiens zenuwen niet goed functioneren. Die blijven meestal op één plek heel lang staan. Maar ze kunnen zich sneller verbranden. Dat komt omdat hun zenuwen dus niet goed functioneren. Oftewel een hoge pijngrens hebben. Bij deze patiënten, zij laten het vaak staan. En dan achteraf zeggen ze, oh ik heb me verbrand. Maar op het moment zelf, dan voelen ze er niks van. Dus let daar een beetje op. Maar voor de normale patiënten die geen zenuwproblemen hebben, geen hoge pijngrens. Die kunnen meestal gewoon overal op een plekje plaatsen. En dan continu, dus wanneer de patiënt ja zegt, dan verplaats je. Dit is de warmtetherapie, een ander middel wat je kan doen met strijkijzer. Dit is als je bijvoorbeeld een spontane bloeding hebt, bloedneus of wat dan ook, heftige bloedverlies. Om het komlouden te laten stoppen, dan moet je je sokken uitdoen. En dan net onder de hiel. Ik heb nu even mijn sokken aan, maar je doet het zonder sok. Een beetje laten aaien. Dan voel je de warmte al sowieso. En dan krijg je vanzelf heel veel warmte. En deze warmte verlies je niet. Dus dit is de tweede manier om het te doen. Binnen islamitische geneeskunde wordt deze therapie met de strijkijzer, wordt het de alkai genoemd. Dus warmte van warmtetherapie door middel van ijzer, metaal. En dit is een soort innovatieve manier, een simpele manier. Gewoon met een strijkijzer.
En de genezing zit echt hierin. Ja, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Mocht je toepassen en er voordelen aan vinden, deel ze met mij. Ik ben altijd benieuwd naar ervaringen. En dat is ook goed, dan kan ik jullie reacties ook plaatsen. Want deze therapie is niet echt bekend in Nederland. Heel jammer. Maar misschien dat ik hier verandering in kan brengen. Dus plaats je review als je het gedaan hebt. En of je er blij mee bent, of je er beter weerstand ervan krijgt. Als stootkuur eigenlijk, zou ik zeggen. Dus veel plezier met deze therapie. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Fijne dag!